Terwijl Nelleke Burg en Hans de Boy hier naar de presentatietafel komen, vertel ik u eerst even wie de andere spelers zijn die u net zag. Dat zijn Marloes van den Heuvel, Frank Richter, Jan Elbertsen, Kiki Heesels, Milène Danjou, Cameron Abdallah en Peter Olenslager. Hallo. Zijn jullie uitgeheigd enigszins? Ja, wel hoor. Ja, nou, best wel. Oké. Nelleke. Kan jij achter melkboer? Ik heb altijd maar gedacht dat dat nepflessen waren. Mag ik even een slokje melk? Melk? Is het verse melk? Of, ja, het komt uit de kantine. Oh, uit onze kantine. Ja, ja, komt nee, uit de dat is niet in orde. Nee. Er komt ook wijn hoor. Nou, ik wacht eigenlijk op die Beaujolais Primeur als je het erg vindt. Oké. Nelleke, kan jij even kort vertellen waar de musical over gaat? Ja, de musical die gaat over een moeder die besluit de helft van haar pasgeboren tweeling weg te geven aan een kinderloze vrouw bij wie ze als hulp in de huishouding werkt. Die kinderen die groeien in verschillende milieus op, maar voelen zich heel erg tot elkaar aangetrokken en worden hele dikke vrienden. Ze weten dus niet van elkaar dat het broers zijn, nee. Tot op de dag dat ze daarachter komen. Ja, ja, dat is dus eigenlijk het slot. Dat ja. is het slot. Dus ze weten het hele stuk, weten ze niet dat ze broers zijn. Maar het zijn geboren vrienden, hè? Ja, en dat slot, daar moeten we het maar niet over hebben, want dat nee. is, nee. daar zouden we echt heel veel verraden. Ja. Ja. Het is jouw musical debuut, hè Hans? Ja. Had je überhaupt acteerervaring hiervoor? Ik heb in 1981 in België wel eens bij een gezelschap gespeeld. En dat heette De Zwarte Comedie en die speelde hele cynische, sarcastische humor. En toen speelden we een stuk dat heette De Avonturen van God, wat een soort pastiche was op de Bijbel. En in dat stuk was ik Jezus. En daar kon je je wel in vinden in die rol? Dat was wel grappig, ja. Ja. Wat is nou het verschil? Je staat de hele voorstelling natuurlijk te zingen. Dat is nogal wie dus bij een musical. Wat is nou het verschil als jij in deze voorstelling staat te zingen met als je tijdens een gewoon optreden staat te zingen? Nou, ik ben nu maar onderdeel van een geheel. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Dat ik maar een klein schroefje ben binnen een raamwerk. En als ik ergens alleen sta te zingen, dan ben ik het raamwerk. Je zegt maar onderdeel. Vind je het prettig of juist vervelend? Ik vind het heerlijk. Ja? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. En als nou ja, ik weet het niet. Maar een onderdeel, dat klinkt een beetje van... Nee, dat is niet degenererend, want eigenlijk heb ik een hoofdrol. Ja. Volgens mij heb jij die, Nelleke, maar ik wil niet stoken. Maar nee. Wie heeft de hoofdrol? Nee, nou ja, hoofdrol. Er zijn eigenlijk 9 hele belangrijke rollen. Iedereen. Het is, bedoel, als wij met z'n negenen niet geconcentreerd goed functioneren, dan wordt het een stripverhaal voor huismoeders met stofzuigers. Ja. Maar als we het goed doen, is het onweerstaanbaar. Ja. En nog even, nou, ik vond het een schitterende voorstelling. Dat moet absoluut gezegd. Ik heb echt genoten. Het is de mooiste musical van Nederland op het moment. Dat weet ik niet. Ik heb ze niet al. Ik weet niet of ik überhaupt nog musicals draaien op het moment. Maar zijn er veel musicals op het moment in Nederland? Er zijn er een paar, ja. Ja, nou, die zullen we maar niet noemen dan. Als die toch de mooiste is, hè? Nelleke, jij hebt al eerder musical gedaan. Je hebt toneel gedaan, je hebt cabaret gedaan, soloprogramma's, radio, ja. Televisie. Is er nou een bepaald genre dat jouw uitgesproken voorkeur heeft? Nou, ik heb gemerkt na al die jaren, want ik zit nu toch al zo'n 10 jaar in dit vak, dat ik me in alle genres wel thuis voel. Ik vind het heerlijk om cabaret te doen. Ik vind het heerlijk om te zingen. Ik heb een prachtige rol. Heerlijk om te acteren. Ik vind het gewoon zalig. En ja, de vorige shows, daar imiteerde ik ook in. Heel veel. En persifleerde. Dus dan deed ik bijvoorbeeld Jasperina de Jong. Hè, van, hebt u 1 minuutje in? Een klein minuutje. Red ik het in 1 minuutje? 1 minuutje. Blijf u nou toch 1 minuutje. Dan doe ik voor u een nieuwe versie van de grote Jasperin. Ze zei het. Of ik deed bijvoorbeeld... Nou ma, hallo ma, zeg ma, ik heb weer een nieuwe lover. Ik denk dat ik eens vanavond eens een keer lekker op stap ga met Hans de Boy. Nou, wie weet wie het is? Nou, ze weten het allemaal, hè? De zangeres onderaan. De zangeres onderaan. Voilà. Ben naar Mexico gekomen. Oh, die kan je ook nog. Ja, ik kan ze allemaal. Roept u maar. Nou, roept u maar. Wie heeft een suggestie? Meri Dresselhuis. Even kijken, moet ik even nadenken.
Hans, jij speelt toch de vertellersrol, hè? Geloof ik, hè? Was jij toch? Ja, ja. In die musical, voel je daar nu in? En dat genre, voel je thuis, hè? Ja, ik ben helemaal thuis. Ja. Het is een lekker knulletje. Ja, vind je? Ja, vind jij niet dan? Ach nou. Ja, eigenlijk wel. Wat zit ik hier te doen dan? Nee, Miri vroeg er net naar jouw rol, hè, de vertellersrol. Het is een hele vreemde rol, want eigenlijk sta je buiten het verhaal. Je bent de verteller, maar je bent allesbehalve een neutrale verteller. Hè. Je bent niet echt sympathiek in het stuk. Nee, maar hij vertegenwoordigt het kwaad. De slechte eigenschappen moet hij verwoorden en aankondigen eigenlijk. En dat doet hij op een manier die dat niet echt reëel is. Die dat poëzie in zich heeft, want wie durft in het voorjaar de lammetjes in de weide te zeggen wat hem wacht in een later jarige tijd. Ja, er komt heel veel bijgeloof in het stuk voor, hè? Tuurlijk. Ja. Ja. Nou, zaterdag de première. Zijn jullie daar nou zenuwachtig voor of heb je daar juist ontzettend veel zin in? Ja, ik heb daar heel veel zin in. Ik vind het ook goed dat dus nu iedereen dat kan gaan zien. Want we hebben zo hard gewerkt aan deze musical. En we hebben zoveel steun gehad, dat moet ik wel even zeggen. We zijn echt fantastisch geregisseerd door Eddie Habbema. We hebben heel intensief 6 weken lang met elkaar samengewerkt. We waren ook al heel snel een heel hecht team. Want dat zei Eddie ook, dat had hij nog bijna nooit meegemaakt, dat een team zo hecht, al heel snel, dus heel hecht met elkaar omging. En ja, dat heb ik eerlijk gezegd ook nog nooit meegemaakt. Het zijn allemaal hele goede, hardwerkende, gemotiveerde mensen. En ik denk, je moet echt deze musical moet je met elkaar maken. En daarom is denk ik dat de mensen ook steeds weer heel boeiend naar ons zitten te kijken. En ik heb ook nog nooit meegemaakt, of tenminste, nu merk ik elke avond weer, dat er niet gekucht wordt in de zaal. En dat vind ik een heel goed teken. Ja, dat zeker betekent goed teken, dat mensen heel geconcentreerd naar die voorstelling zitten te kijken. Want er zitten emoties in, maar er zit ook een hele hoop humor in. Mensen kunnen lachen. De scènes zijn zeer afwisselend, hè, qua humor en emotie. Ja. En ik denk ook dat het is waarom het niet verveelt. Oké. Jij wou nog even iets zeggen, heel kort. Hè? Ik zag je zo... Ja, over die kuchers. Ja, misschien kan het wel zijn dat wij alleen maar spelen voor mensen die niet roken. Ja, en het is een zachte winter tot nu toe, maar goed, ja. Wie weet. Ik wens jullie enorm veel succes zaterdag en ik hoop dat het een groot succes wordt, de voorstelling. Dank je wel.